De staatsoliemaatschappij NV wil een van de spelers worden op de internationale markt. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren daarom flink geïnvesteerd om zijn verdienvermogen met tenminste 2,5 maal te verhogen. Dit vertelde Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie, gisteren op een persconferentie. Hij zegt dat Staatsolie nu in staat is tenminste 1 miljard US dollar op de internationale markt te lenen. Dit zal het bedrijf echter niet doen omdat zij geleerd heeft uit het verleden. Staatsolie is momenteel een van de top-notch bedrijven in de regio. Niet wij maken. Dit is een sheet die gemaakt wordt door een van de banken. En daarin kan je zien dat onze Reserve Life Index, zo hoeveel jaar kunnen we produceren van de reserves die we hebben, de beste zijn van al onze peers. Dan zie je, onze peers zijn Petrobras, Petrotrin, van Trinidad, Petrobras is van Brazilië, Pemex van Mexico, Ecopetrol is van Colombia en YPF is van Argentinië. Waarom ben ik zo optimistisch over dat we wel olie gaan vinden in ons kustgebied? Als je hier kijkt naar die groene vlekken, dan zie je waar Guyana olie heeft gevonden. En dat is het bedrijf Exxon, die samen met het bedrijf Hess en met nog een ander bedrijf, die zijn hier hebben geëxploreerd en ze hebben hier olie gevonden. We weten 100% zeker dat de olie die hier gevonden is, naar Tamarillo en omgeving gestroomd is. Dus het is hier vandaan, is het hier naartoe gestroomd. Dat weten we zeker, want het is dezelfde olie die ze hier vinden als die ze hier vinden. Het heeft dezelfde karakteristieken, het is door dezelfde, wat ze noemen, keuken gemaakt. De keuken weten we ook, die ligt voor een gedeelte in Guyana en die ligt voor een gedeelte in Suriname. Deze gegevens hebben ertoe geleid dat Staatsolie in 2018 en 2019 waarschijnlijk 4 putten zal boren in het offshore, oftewel zeegebied. Bij het vinden van olie in deze putten zal Staatsolie zich moeten voorbereiden om tenminste 900 miljoen US dollar op tafel te leggen. Dit is de reden waarom het staatsoliebedrijf ertoe wil overgaan een obligatielening uit te schrijven. Dus wij willen proberen om met de internationale obligatiebond alvast de mensen ons te leren kennen. Zodat als we ooit besluiten dadelijk om dat vele geld op te halen, als er zo'n oliefonds is waar we graag in willen participeren, dan kunnen we dat doen alleen op die internationale markt. En we kunnen dat doen bijvoorbeeld door een deel van staatsolies aandelen uit te geven op die markt en dat geld te gebruiken om te investeren in zo'n ontwikkeling. Als je dat wil doen, dan moet je echt ervoor zorgen dat de internationale wereld je alvast leert kennen. En dat is een van de redenen waarom we op die internationale markt zijn gegaan. Buiten dat offshore gebied, waar we dus gezien hebben welke putten we in ieder geval gaan boren in 2018 en 2019. En het zou best kunnen zijn dat Tullo misschien ook wel een put gaat boren in die periode. Als ze dat niet gaan doen in die periode, dan is het in een jaar daarna. Maar fact is dat wij denken als staatsolie dat we heel dichtbij zijn bij zo'n grote oliefonds in het offshore gebied. Rudolf Elias, directeur van Staatsolie, gisteren op een persconferentie.